Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een Action Shop vlog voor jullie. Ik had namelijk weer wat spulletjes nodig. En ja, dan ga je naar de Action. Ik moest voornamelijk voor een cadeautje. En bij de Action kun je toch altijd vaak wel hele leuke cadeautjes kopen. Mocht je het je afvragen, ik zit even in een andere setting. Omdat het gewoon even wat handiger was met mijn katten nu. Dus vandaar dat ik even op mijn slaapkamer ben gaan zitten om deze video op te nemen. Zodat ik eventjes zonder katten hier kan zitten. Nou, mocht jij benieuwd zijn wat ik zoal bij de Action heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb de tas met spullen gedaan. Hij is redelijk groot, dus ik ga gewoon een beetje random de dingen uithalen. Ik zal de prijs in beeld neerzetten, zodat je weet wat het kost. Mocht je daar benieuwd naar zijn, want ik vind dat zelf altijd handiger dan zoeken op het bonnetje. Allereerst heb ik een paasdecoratietje gekocht. Ik heb deze ooit eens van mijn moeder gekregen. Alleen die van mij die is toen gebroken. Het is wel iets andere, want ik heb het idee dat dit meer een vrouwtje is. Ik had geloof ik meer een mannetje. Maar die heeft dus ook een lichtje, wat voor jullie nu niet overkomt. Maar die gaat dus verkleuren in allerlei verschillende lichtjes. Kun je gewoon leuk neerzetten. En toen dacht ik altijd van nou, als ze weer een keer nieuwe krijgen, dan ga ik gewoon eventjes nog een andere erbij halen. Want ik heb hem toen wel gelijmd, maar je ziet wel de lijmresten. Je had hem in verschillende kleuren en ja, ik vond hem wel gewoon heel erg schattig. Dus ja, nu was ik er weer een keertje rond de paastijd. Dus toen dacht ik, nou, ik neem even dit paashaasje mee. Dan heb ik een muts. De koude dagen zijn nog niet over, dus ik dacht, nou, een muts is best wel lekker. Je had hem in diverse kleuren. Ik ben gegaan voor een zwarte. Ik kan hem even opzetten. Ik weet niet of dit echt behoorlijk is voor mijn haar nu. Nee. Even kijken. Zo, dan heb je gewoon een muts met een pluizenbolletje erop. Ik dacht, het staat wel leuk en is wel lekker warm. Er zouden wat warme dagen aankomen, dus wat koudere dagen aankomen nog. Dus ik dacht, nou, dan heb je in ieder geval een muts. En eigenlijk ging het allemaal alweer een beetje uit het assortiment, omdat je alweer een beetje richting de zomerspullen gaat bij de Action of de lentespullen. Dus dit waren ook een beetje de laatste items die ze daarvan hadden, want het schap was echt al heel erg uitgedund. Dan heb ik weer een embossing mal gehaald met kleerstems erbij. En deze heeft hele leuke ja, bloemetjes. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is voor jullie. Ik zal hem iets scherper maken. Maar hier kun je dus gewoon hele leuke ja, dingetjes weer uithalen. En wel leuk altijd die kleerstems. En hier zit een bloemetje bij, een gietertje en Be Mine met een bijtje. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dan heb ik glitters gehaald. Deze zag ik op internet en vond ik wel leuk. Gewoon leuk om met glitters te werken. Ik heb een paar soorten. Maar de rest zal ergens onder in de tas liggen. Dus die komen we zo wel tegen. Allereerst heb ik paarse. Je had er best wel veel volgens internet. Maar ze hadden in deze Action niet zo heel erg veel. Dus ik heb gewoon paarse glittertjes gehaald. Hier kun je gewoon leuk mee spelen, zeg maar. In je bullet journal of misschien met kaarten maken, mocht je dat doen. Dus dat zijn deze. Nou, die andere die komen we dan straks tegen. Dan heb ik eventjes een refill spray gehaald. Het is deze. Ik heb zo'n luchtverfrisser staan. En daar moeten dus van deze spreetjes in. En ik ben een keer voor het huismerk gegaan. Voor de Home Freshener. Want ik koop normaal altijd wel die van Airwick. Maar die vond ik nog best wel duur. Want die zijn toch 3 euro per stuk. En deze geloof ik 1,30. De prijs zien jullie inmiddels in beeld staan. En deze is met apple en cinnamon. En ik dacht, nou, misschien ruikt dit ook wel lekker. Ik weet niet of ik hem ook kan ruiken. Een beetje. Ja, hij ruikt wel heel erg lekker. Maar ik ben gewoon benieuwd of deze ook gewoon in zo'n is een apparaat kan van Airwick. Ja, mocht het niet werken, ja, dan kan je hem misschien gewoon sprayen. Maar ik dacht, probeer het gewoon eens. En anders dan kan ik gewoon overstappen op de goedkopere versie. Moet wel zeggen dat je hier minder soorten in hebt dan in de duurdere versie. Als je echt die van Airwick koopt, dan heb je wel wat meer keuze qua geuren. Dan heb ik weer eventjes twee glue tape rollers gehaald. En ik had eigenlijk bedacht dat ik die niet meer zou gaan kopen omdat ik best wel veel had. Alleen ik had er nu laatst twee die waren eigenlijk naar zo'n grootje. Die kon ik niet meer gebruiken. Dus ik dacht, nou, dan wil ik toch weer eventjes wat toevoegen. Omdat ik ze best wel veel gebruik in mijn bullet journal. Ja, ik had nu gewoon pech dat er twee het niet deden. Dus deze en dan heb ik er daar nog eentje van.
ook dicht hier. Dus gewoon eventjes die twee lijmrollers die best wel goed werken, vind ik. Dan heb ik ook twee zakjes met deze vuilniszakken. Dit zijn de Dumil trendbandzakken met lavendelgeur. Ik gebruik deze altijd voor mijn kattenbak. Als ik die verschoon, dan doe ik het in zo'n geurzak, zodat het iets minder stinkt. Je kunt ze ook gewoon in je vuilniszak doen, maar het is maar 30 liter, dus het is niet heel erg groot. Maar daar heb ik dus twee van ingeslagen, want ik had mijn laatste rol aangebroken. Ik dacht, dan heb ik weer eventjes een voorraadje. Ik moet zeggen, je raakt ze niet meer door de verpakking heen. Vroeger kon je ze echt wel door het plastic heen ruiken, maar dat is nu niet meer. Maar in ieder geval weer even twee van deze. Ook heb ik weer eventjes de air freshener gehaald. Ik gebruik deze tegenwoordig voor mijn bank en hij ruikt super lekker. Dus ik dacht, ze hebben ze nog bij de Action. Laat ik gewoon weer eventjes een beetje meenemen. Deze ruikt eigenlijk, ja, staat er niet echt bij waar hij naar ruikt. Het is lavender en patchouli. Maar hij ruikt echt heel erg lekker. Mocht je benieuwd naar zijn, zou ik gewoon eens in de winkel ruiken. Als je wil weten hoe deze ruikt. Maar je kunt deze ook gewoon in je huis sprayen. En dan heb je gewoon een heel verfrissende geur. Dan heb ik nog een setje met washi tapejes. En dit is Notes staat hierop. Ja, er staan hier allerlei dingetjes op. Deze vond ik wel leuk. Ik moet wel zeggen dat het de laatste tijd iets minder is met de washi tapejes. Dat ze niet heel veel nieuwe meer krijgen. Maar deze vond ik er wel heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, die ga ik gewoon even meenemen. Oh ja, dan had ik ook nog groene glitters. Zoals ik al zei, ze hadden volgens internet heel veel verschillende. Maar dus alleen nu deze groene en paarsblauwachtige. Dus die heb ik ook nog meegenomen. Dan heb ik eventjes van die clipjes gehaald. En ik wilde eigenlijk heel graag paperclips hebben. Want omdat ik nog wel eens dingen overteken, vind ik het fijn als het goed blijft liggen. Nou, ze hadden geen paperclips, maar ik zag wel deze clipjes. Ik dacht, oh, die zien er ook wel leuk uit. Ze zijn wel vrij groot, maar hier kun je gewoon papier mee aan elkaar klemmen. Of ja, wat je ermee wil doen. Dus dat is wel heel erg handig. Dus ik dacht, nou, die ga ik gewoon eens even proberen. Je hebt gouden en zwarte clips en je had hier verder ook geen keuze in. Dus het zijn gewoon de standaard clipjes. Ik weet niet of er verder nog wat op staat. Nee, alleen metalclips. Dus verder staat er niet heel veel informatie over op. Nou, dan het cadeautje waar ik dus voor ging. En ik heb gekozen voor deze set. Dit zijn, ja, hier kun je allerlei, het is volgens mij een soort schroevendraaier. Daar kun je allerlei dingen opzetten en dan kun je weer van alles mee vastschroeven. Hoe noemen ze dit eigenlijk? Ratchet set. Er zit een hendel in met een ratchet screwdriver. Bitjes. Carbon steels. En een bit adapter. En nou, van alles. Het is een cadeautje voor mijn vader. Dus ik dacht, nou, gereedschap is meestal wel goed. Dus die ga ik maar gewoon kopen. Dan heb ik eventjes een nieuwe Effect Frosted Glass spray gekocht. Ik had laatst heel erg leuk mijn ramen gewassen. En ik kwam tot de conclusie dat mijn spray er niet zo heel erg mooi meer uitzag op mijn ramen. Dus ik dacht, oh, die moet ik echt eventjes gaan vervangen. Maar mijn bus was bijna leeg. Dus ik hoopte heel erg dat Action ze nog zou hebben. Gelukkig was het zo. Dus ik heb gewoon weer even zo'n nieuwe gekocht. Zodat ik mijn ramen even netjes kan maken. Ook heb ik nog zo'n bit setje gekocht voor mijn vader. Ja, mocht hij het niet leuk vinden, hij mag het altijd ruilen. Maar ik vind het altijd best wel moeilijk. Dus hier zitten 30 dingetjes in. Dus ik dacht, nou, daar kan hij wel even mee vooruit. Ik vraag me alleen wel af of het niet een beetje hetzelfde is als dit. Alleen hier zitten ook dopjes bij en dat heeft deze niet. Dus nou ja, ik ga het wel zien. Ik vind het altijd heel erg lastig voor mannen. Dan heb ik dit hele leuke bakje gekocht. En je had deze in verschillende kleuren. Ik zag deze al bij diverse mensen voorbij komen in shoplots. En dit is dus een bakje waar je dus een dekseltje op hebt. En die kun je dus openmaken. En dan, ja, hoe werkt zoiets? Ik krijg hem niet eens open. Nou, het idee is dus dat je hem neer kan zetten. Er zit een spiegeltje in de deksel waardoor je de spulletjes erin kunt zetten. Je had deze in het wit en ook nog in het grijs. Maar ik vond zwart toch het leukst. Dus ik ben voor een zwarte gegaan.
Dit is ook van bamboe, dus ik dacht, nou, die vind ik gewoon heel erg leuk. En ik was heel erg verbaasd dat ze ook zwart hadden, want dat was ik nog niet tegengekomen. Ik zag vooral in de shoplos die ik heb gezien dat mensen wit kochten. En ik dacht, ik ben toch meer van zwart. Dan heb ik een digitale kookwekker. Dat was iets wat ik eigenlijk nog helemaal niet had. En het leek mij wel gewoon handig met bepaalde dingen koken. Dat je dit gewoon op je koelkast kan plakken. Er is een timer en een klokje. En het is gewoon een magneetje. Dus je kunt hem gewoon op je koelkast of net waar je een magnetisch iets hebt opzetten. En dan kun je dus een tijdje tijd neerzetten. Waardoor je dus gewoon weet als iets gaar is. Is wel heel erg handig. Dus ik dacht, nou, laat ik het gewoon eens proberen. Dan heb ik deze make-up en mask siliconen brushes. Ik wil deze dus echt gaan gebruiken voor maskertjes. Op het moment doe ik te weinig een maskertje op, maar ik wil dat echt wel weer meer gaan doen. En ik dacht, hier heb je gewoon verschillende maten en het zijn gewoon allemaal siliconen kwastjes. Je ziet ook echt dat dit meisje bijvoorbeeld het heeft gebruikt voor een maskertje. Dus ik dacht, nou, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Laat ik het gewoon eens proberen. Op de achterkant staat dat je er ook make-up mee kunt aanbrengen. Ik weet dat niet. Ik wil ze gewoon echt gaan gebruiken voor maskers en niet voor make-up. Want daar heb ik mijn eigen kwasten voor. Dan heb ik een make-up sponsje gekocht. En ik vond deze heel erg leuk uitzien. Want hij heeft de vorm van lipjes. Soms vind ik het ook wel handig om een sponsje te gebruiken. Om het net allemaal iets makkelijker in te blenden. Dus ik dacht, oh, wel leuk ziet dit eruit. Laat ik dit gewoon eens meenemen om te proberen. En ik vond de vorm gewoon super leuk. Dan heb ik ook een gezichtsborstel. Dit is een facial brush. Ik heb zelf een facial brush, maar die gaat op batterijen. En deze kun je gewoon los in de douche gebruiken. Er zit een borstel in. En aan de andere kant, dit is dan de borstel, waar die is heel lekker zacht. En hiermee kun je dus ook scrubben. En dat leek me wel heel erg handig om dus onder de douche te gebruiken. En ik pak die die elektrische pak ik toch minder vaak. En ik vond het gewoon heel erg handig dat je hier ook mee kunt scrubben. Aangezien ik dat echt heel erg vaak doe. Ik dacht, nou, dat is gewoon fijn om onder de douche te gebruiken. En ik zag deze ook al bij diverse mensen voorbij komen. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me echt super handig. Dan gaan we verder. Dan heb ik nog een embossingfolder gehaald. En deze heeft een soort van klavertjes. Ik vond hem wel heel erg leuk uitzien. En er komen dus ook weer diverse dingetjes die uitgedrukt worden, wat ik wel heel erg leuk vond. Oh. Dus dat leek me wel gewoon heel erg leuk om ook weer toe te voegen, om daar weer wat meer mee te spelen. En dan heb ik een make-upje gekocht van Rimmel. En ik had dit al wel vaker bij de Action gezien, maar ik heb het eigenlijk nog nooit meegenomen. Maar was ik wel heel erg benieuwd naar foundation van Rimmel. Ik heb deze in de kleur 102 Light Nude. Dat was de lichtste kleur die ze hier hadden. Ik hoop dat die licht genoeg is. Maar hier komt sowieso nog een review van online op mijn blog. Maar deze was zo goedkoop dat ik dacht, laat ik het gewoon eens proberen. Er zit ook SPF 15 in. Dus ik was hier gewoon heel erg benieuwd naar van, ja, is dit wat en doet dit ook überhaupt wat? Dan heb ik een hele leuke planner gekocht. En ik zag deze ook al bij diverse mensen voorbij komen. Je had hem in diverse kleuren. Ik heb voor deze gekozen omdat ik die oogjes gewoon heel erg leuk vond. En die wimpertjes, dat is gewoon puur mij. En er zitten ook nog eens hele leuke quotes in. Je hebt hier allemaal tabbladen. En daar staat dus goals. Dus hier kun je je doelen in opschrijven. Best wel veel pagina's ook. Je hebt hier to-do-lijstjes ook. Ook heel erg handig zodat je dat kunt afvinken. De planning. Ja, ik word gewoon blij van die oogjes ook. Je kunt ook zelfs opschrijven hoeveel je hebt gedronken qua hydrating. En ja, hier kun je dus echt gaan plannen. Het zijn wel echt weekplanners. Dus je kunt wel echt per week zeg maar het inplannen. Nou, ideeën. Dat is wel heel erg leuk, want daar hebben ze voor een lampje gekozen. Dus dat is wel echt super leuk. En dit is gewoon good lashes, good mood. Mod. Heel erg leuk. Nou, nog meer to-do listjes. Notities.
Superleuk boekje. En je hebt ook nog een bucketlist. Dus je kunt afvinken wat je wilt doen. Ik vond dit echt superleuke planners. En ik ben wel iemand die het liefst in dit soort boekjes werkt. Dus ik dacht, hoe leuk is dit? Ik ga deze gewoon meenemen. Ze waren echt best wel goedkoop. En ik vond deze met die oogjes gewoon heel erg goed bij mij passen. Dan heb ik eventjes stiekjes meegenomen. Dit zijn van die soort invisible balls, alleen dan van de Action. Het zijn wel de kleine varianten, dus ik hoop dat ze in mijn haar passen. Maar op zich kun je ze vrij uitrekken. Het is een setje met verschillende kleurtjes. Er zitten roze in, doorzichtige, grijze en zwarte. Ik had deze eigenlijk nog nooit bij de Action gezien, dus ik dacht, ja, laat ik het gewoon eens proberen. Er zitten er 12 in. Ik vind dit soort stieken zelf gewoon heel erg fijn. Want dit zijn ook de enige stieken waar ik geen hoofdpijn van krijg als ik die in mijn haar doe. Dus ik dacht, ziet er gewoon leuk uit. Laat ik het eens proberen. Mocht het niet in mijn haar kunnen, ik heb best wel dik haar. Ja, dan moeten we dat gewoon maar bekijken. Dan even een dingetje met baby shampoo. En nee, ik krijg geen baby, maar ik gebruik deze altijd om mijn kwasten schoon te maken. En nu hadden ze hem weer bij de Action, dus ik dacht, laat ik die maar gewoon eventjes meenemen. Zodat ik weer een voorraad heb om mijn kwasten te kunnen wassen. Dan heb ik twee kabel protectors gehaald. En die zag ik dus laatst bij de Action voorbij komen. Die had ze in emoji stijl en lol surprise. Ik ken het zelf niet. Het is misschien wel wat kinderlijk, zoals deze. Maar deze kun je dus, hier kun je dus je kabel insteken. En dan kun je dus, ja, dan zit hij heel erg dicht tegen het stukje aan bij een oplaad, omdat dat heel snel kan breken, dan is hij dus beschermd. En omdat ik eigenlijk meerdere kabels heb, dacht ik graag gewoon eerst eens voor twee. En dit is een unicorn. Hij zit er op zijn kop in, maar ik dacht, nou, ga ik gewoon eens proberen. Op de achterkant staat hoe het werkt. Wie weet laat ik het nog eens in de vlog zien hoe het er dan uitziet. Maar het leek me gewoon handig om je kabels te beschermen. Ik weet dat AliExpress ze ook heeft, maar kwam ze bij de Action tegen. Dus ik dacht, laat ik ze daar gewoon eens meenemen. Dan heb ik een Holo Glow Moisturizing Serum. En ja, dat is gewoon een serum en er zit dus een gloed in. Het zit in een flesje. Ik denk ook dat hier nog een review van online gaat komen. En ja, het is altijd wel fijn om een serum op je gezicht te gebruiken. Ik heb er eentje en die gebruik ik ook best wel regelmatig. Maar ik vond deze wel leuk en deze geeft dan een gloed. Of dat een heel erg goed idee is, weet ik niet. Maar dat gaan we wel meemaken. Dan heb ik feesthanddoekjes gekocht en dit zijn drie feestdouwels. Het is dus beter om je gezicht schoon te maken met een apart handdoekje na je routine. In plaats van dat je de handdoek gebruikt waar je ook je hele lichaam mee afdroogt. Dus ik dacht, nou laat ik dit gewoon eens proberen. Ik had dit eigenlijk nog nooit gehad, dus ik dacht laten we het gewoon eens meenemen. Ik heb 6 paar. Ik heb namelijk 3 paar witte en grijze. Je had deze dus in grijs en in het wit waar ik was. En ze zouden super zacht zijn. Die hebben een breedte van 30 bij 30 en 550 gsm heavy quality. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Het is ook van Hotel Royal. Dus op zich is het volgens mij het luxere merk van de Action. Maar ik was hier gewoon heel erg benieuwd naar. Ik dacht, laat ik het gewoon eens proberen. Dan heb ik nog een peel-off maskertje. En dit is ook met een holografisch effect. Is eigenlijk een beetje hetzelfde merk als die, dat wat ik net liet zien. Ik weet niet meer waar ik hem heb gelaten. Oh hier, het is hetzelfde als het serum, hetzelfde merk. En het is gewoon een maskertje, heb je 2 maskertjes. En die kun je dus eraf trekken, dat altijd wel leuk is. En ik ben wel iemand die graag een maskertje gebruikt. Ik dacht, ik ben hier wel benieuwd naar of dat dit werkt. Of ja, hoe je eruit ziet. Dan heb ik eventjes een dingetje met gewone lijm gekocht. Ik ben best wel iemand die veel lijmt in mijn bullet journal. Dus ik dacht, nou laat ik ook maar eens een keer gewone lijm meenemen. Soms denk ik wel eens, had ik maar zo'n potje lijm. En die heb ik dan niet. Nu was ik bij de Action. Ik dacht, laat ik dit gewoon maar eens even meenemen. Dan heb ik nog een aantal brushpens gekocht. Even kijken. 4 setjes. Dit zijn gewoon van die brushpens waar ik ook veel mee doe. Penseelstift en ik heb ze in 4 kleuren. Deze. Deze, de wat fellere kleuren. Er zitten 6 kleuren in. En dan heb ik ook nog een paar pasteltinten. Deze en deze.
Ik dacht gewoon leuk voor in de bullet journal. Laat ik het gewoon eens proberen of dat dit leuk is. Dan heb ik nog een heel basic item. En dat zijn scheermesjes. Haal ik altijd bij de Action. Vind ik fijn om op voorraad te hebben. Heeft verder weinig uitleg nodig, vind ik zo. En het laatste wat ik heb, dat zijn deze outline markers. Die hadden ze nieuw in het assortiment. Helaas lag er nog maar één setje. Maar ik was wel benieuwd of dat dit leuk zou zijn. En aangezien ik het gewoon leuk vind om dingetjes te proberen, ook vooral voor in mijn bullet journal. Ik had graag nog wat meer setjes mee willen nemen, maar die hadden ze gewoon niet. Dacht ik, laat ik deze gewoon maar eens meenemen om te kijken of dit wat is. En dat hoor je dan in de vlog wel wat ik daarvan vind nog. Maar het zag er wel gewoon leuk uit. En als het bevalt en ik kom later nog eens bij de Action, kan ik altijd nog eens wat andere kleurtjes erbij meenemen. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action meenam. Ik ben zelf heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste aankoopje vinden. Had ik alles nodig? Nee. Maar ik wilde het gewoon heel graag hebben. Omdat ik zelf niet zo heel erg vaak bij de Action kom. Dus als ik er dan kom, neem ik vaak een wat grotere aantal spullen mee. Dan maak ik op de Action site een lijstje. Dan vink ik aan van dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. En als ik dan bij de Action ben, dan probeer ik het op te zoeken wat ik dus graag wilde hebben. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie wel heel vaak bij de Action komen. Ik heb gewoon geen Action in de buurt, dus voor mij is het iets moeilijker. Vroeger kwam ik er wel heel vaak, tegenwoordig is het iets minder. Maar op zich is het ook niet heel erg voor je portemonnee. Ja, ik wil je voor nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Dit kan natuurlijk ook door op mijn kanaal zelf op de abonneerknop te drukken. En daar kun je ook het belletje aan zetten zodra je een nieuwe melding krijgt van een video die van mij online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik jou bij een volgende video weer te zien. Doeg!